Als je zand dropt op een toorts, dan gaat alles BIEM! Ik denk dus van ja, dat moet toch gewoon crashen. Yo kijkers van Mad Gaming, welkom terug bij een nieuwe video. En ik was even op mijn telefoontje aan het kijken. Vorige keer probeerden wij de game te crashen met de bomengroei. Goed, het crashte wel, maar ja. Toen kon ik er niks meer mee doen, dus ik moest letterlijk een nieuwe wereld openen. Als ik dat nog een keer moet doen, dan word ik boos. Maar toen daarna gaan we de zanddropper uittesten. En als je niet weet wat het precies inhoudt. Als je zand dropt op een toorts, dan gaat alles BIEM! Ik denk dus van ja, dat moet toch gewoon crashen. Alleen als je heel veel zand gaat droppen, dan crash je misschien wel. En dan doe je met dit mechanisme. Zet je alle zand hierop en dan haal je gewoon de lever om. En dan gaat alles kapot. Het is een heel makkelijk concept. Het is gewoon redstone dust, redstone repeater en dan een sticky piston. En met een blok die je eraan wil hebben. En zo kan je het open en dicht doen. Zo kan je ook eigenlijk een deur creëren. Want... Oké. Alles zit hier in deze chest. We hebben zand nodig. Een lever, een torch, deze en een sticky piston. Zo, we hebben een grote toren. Als ik nu dit doe, dan doet het minder als ik had verwacht. Vond je deze video leuk? Like en abonneer. De volgende video ga ik mijn andere ideeën uittesten, want mijn ideeën zijn niet heel erg slim eigenlijk. Het heeft tot nu toe niet echt heel goed gewerkt. Maar ja, tot de volgende video. Doei! Bird on a tree.